voor de heekswimming Anne-Louise Panmans. Op maar 1 in deze heekswimming Uma Kraus. Op 7 voor de linkel Lonne Dijkhuis. Op maar 2 voor MNC Aldonek Victor Bakker. Op 6 voor Ella Strana Jean-Paul Senden. Op aan 3 voor WVZ Tess Schouten. Op aan 5 de titelverdedigster van Tunnelplein Anouk Elzerman. En op aan 4 voor MNC Dordrecht Kim Bus. Dit is de finale, dames, 50 meter schoolslag. Take your marks. Vanmorgen Kim Bus de OTT tijd gezwommen. De kijken wat dit vandaag gaat zijn. En dan veren de dames nagenoeg naast elkaar op naar de muur. En dan zien we hoe de Nederlandse kampioen wordt. De dames in de veerlijn dicht bij elkaar. Ligt de voorsprong van de dames in baan 4. Dat is Kim Bus. Dan gaan we op naar de muur. Kijk ook de drie naar Schouten. Het wordt op het aantikken in baan nummer 4. Kim Bus 31-15. Tweede tijd voor Schouten 31-22 en de derde tijd voor Elzerman 31-30. Het is officieel, dames en heren, de nieuwe Nederlands kampioen op de 50 meter schoolslag, dames, Kim Bus. Dan gaan we naar de volgende afstand en dat is die van de dames 200 meter wisselslag finale.